Okay. En zoals gezegd praat ik verder met de dichter des vaderlands, Chad Bruinja. Welkom. Dankjewel. Ben jij een liefhebber van het uh, dichtwerk van Sjoel Deelder? Absoluut. Ja, zeker. Dat is een fantastische uh, dichter. En uh, ik denk ook een van de eerste dichters misschien wel die ik ooit heb gehoord. Uh, op, de, op de televisie denk ik of zo, ja. En wat, wat spreekt jou dan zo aan in zijn dichtwerk? Um, ik denk uh, het compromisloze. Dus, uh, dus dat alle facetten van de taal daarin uh, aan bod komen. Dus ook het soms lekker grof. Niet dat uit de weg gaan, niet het heel correct. Uh, de humor. Uh, de gevatheid. Ja, de snelle tempo, ook natuurlijk in de voordracht. Uh, hij werkte met, heel veel met herhalingen. Wilfried had het al over die opzommingen. Die heel grappig kunnen zijn. Uh, dus ja, ik denk dat dat het uh, zo'n beetje is, ja. En hij maakte natuurlijk kort en langer werk. Ja. Uh, korte dichtregels als de omgeving van de mens is de medemens. Uh -huh. Waardeer je met name zijn korte werk of zijn lange werk? Of allebei, dat kan natuurlijk ook. Uh, nee, allebei eigenlijk wel. Het ja, is dus niet het ene of het andere als het heel kort... Ja, dan wordt het heel uh, aforistisch. Dat is, dat is leuk. Maar dat, dat, dat blijft mij minder lang bij wel die, de omgeving. Die komt straks terug ook in het gedicht dat ik gemaakt heb. Dat, dat is echt een hele mooie uh, regel. Ja. Uh, uh, heb je wel eens met hem opgetreden? Um, ik denk dat we wel eens het podium gedeeld hebben. Maar ik bedacht me net dat ik hem uh, ooit heb uh, aangekondigd. Toen was ik, stond ik echt nog, was ik heel jong nog. In uh, 1999 bij het festival Winterschrift. En ik was heel zenuwachtig. En ik, toen ik afliep, toen zag ik in één keer dat mijn rits nog open stond. Dus toen dacht ik, dat is mooi. Ik heb Jules Deelder met mijn open rits aangeboden. <laughs> <Okay. laughs> en later heb eens, ja, we hebben we nog wel eens elkaar kort gesproken bij een optreden. En uh, hij hield wel van een jointje en ik hou wel van een pijpje. Dus ik heb wel eens mijn uh, hashpijpje aangeboden aan Jules Deelder. Oké, okay. en die aangenomen ook? Volgens mij wel. Of door zijn manager, maar ik weet het niet meer precies. Die hield er ook van. Heb je, heb je, je hebt uh, zelf een gedicht gemaakt. Ja. Uh, da daar komen we zo op. Je hebt ook een gedicht van hem. Ja, dat vind ik wel een mooi Wat voorbeeld. Je voordragen. Ja. Ik ga het proberen om het net zo goed te doen, maar dat is heel moeilijk. Want hij kan me fantastisch voorlezen. De Ring der kriebelungen. Keuring had een zwak voor ringen. Hij droeg er twee aan elke vinger. Hij droeg een ring aan zijn tenen en eentje om zijn lul. Die laatste een intiem geschenk van niemand minder dan de Vuurder. Een ring met Oud-Germaanse runen. De ring der Kriebelungen. Die ooit nog volgens de legende de pik van Wodan had getooid. Maar zoals vaker met legende, leek ook deze in de de door een of andere mafkees uit de romantische school. waarmee het Duitse landschap altoos kwistig lag bestrooid. op roestige namiddag haar gestoofd. Ten grieven van de ideologen van bloed en bodem en ander gebroed van de mitropa en het gemengd groot Duitse Balkangril en crematoriumorkest onder leiding van het duivel zelf, met gas- en rempedaal en het ijzeren kruis, der eerste klasse goed zichtbaar voor het Oog op de blazer gespeld. Ja, Geuring had een zwak voor ringen, ringen van goud en edelstenen, ringen uit merg en been gesneden en ringen met oud-Germaanse runen, zoals de ring der kriebelungen om zijn lul, die hij nog slechts omhoog kon krijgen bij scherpe daling der morfineprijzen, zowel voor zetpil als ampul, want daar lustte hij wel pap van en toonde zich dan opvallend gul in voltrekking van de doodstraf met de bijl en geen gelul bij het grauwen van de morgen door een witgejaste beul. Nou, dat is die directheid. Dat is heel redelijk uh, ge -geen direct, ge -geen ja. Geen compromissen, geen uh, correct <laughs> politieke correctheid. En Absoluut dit spreekt niet, jou uh. aan. Ja, ja, ik vond het destijds vond ik het heel grappig. Ja. Ik, ik zat nog even net te denken aan jouw opmerking. Had je het nou over zijn management net? Ja, zijn manager was toen uh, volgens mij een mieren, mieren met Hans, mieren met. Oh, hij lijkt me eigenlijk helemaal geen man voor manager. Maar oh, en weet... we deelden. Dat was een bedrijf. Ja, Dat toch? heb ik toen wel gehoord. We, daar leefde volgens mij op de hoogtijdagen leefden er wel een paar mensen. Leefden van de de firma. firma Past dan deelden. eigenlijk ook weer helemaal niet bij uh, wat hij verder uitstraalt. Uh, omdat hij zo eigen grijt is ja, en zo. Uh, ja. Die, ja. Ja, maar wel iemand die ook een winkel draaide, toch? Die ook gewoon reclame maakte voor een wasmiddel, volgens mij. Ja, of, ja, ja. en daar ja. heb je ja. natuurlijk een manager voor nodig, hè? Die al ja. die contracten nou ja, <laughs> afsluit. Zijn ja. uh, betekenis voor de Nederlandse poëzie. Dat is natuurlijk moeilijk te zeggen, wat hij voor de hele poëzie heeft betekend. Maar misschien voor jou, wat heeft hij... Die voor jou gedaan? Ik denk uh, ook via andere dichters. Zoals Remco Kampert. Eigenlijk ook via dichters die daarna kwamen. Uh, mij hebben beïnvloed. Zoals uh, Kampert, uh, Stitu... Uh, uh, maar iemand als Deelder heeft heel groot invloed gehad. Ook op. Uh, ik, ik studeerde in Groningen. Hij had veel invloed op de dichters de Epubreerde. Er was een groep dichters die met de muzikant uh, optrad. En de, Deelder ook heel veel. En die jongens wilden ook nog wel eens in pak op het podium staan. En, uh, en alles uit het hoofd. Uh, en, en op die manier... Uh, uh, ik ben meer door hem beïnvloed dan door Deelder eigenlijk. Ik uh, hoor graag het gedicht dat jij voor hem hebt uh, gemaakt. Dat morgen ook in NRC staat. Ja. De laatste fik. In de wereld waar de omgeving van de mens zijn medemens is, zegt Jules Deelder: hoe kun je nou illegaal op deze wereld zijn? Als je er eenmaal bent, dan ben je er, toch? In het heelal dat groter lijkt hoe verder men kijkt, waarin Jules Deelder schrijft: lieve Ari, wees niet bang. De wereld draait rond en dat doet hij nog lang. Denk ik, zo moet het blijven. We houden het klein. Binnen de kortste keren dondert er op mijn schouder uit zo'n tiefe stekenfilmwolk een schraal duiveltje. Een opgeschoten engeltje dat in mijn oor begint te jengelen. Pleur toch op, man, rot op naar je familiegraf en gaat het zelf in leggen. Lamlendige Amsterdamse paardenlul. De dood is kut. Je moet het leven niet te ernstig nemen. Spijtig dat zijn wonderbaarlijke lichaam geen voer voor de maanden zal wezen. Ik had die beestjes een verzetje gegund. Dat is heelal dat groter lijkt hoe verder men kijkt. Hè? Dat is er ook eentje. Ja, ja meerdere. Deelder is de dichter van de Ready Mate Ook uit de jaren zestig. Allemaal lenen van teksten. Hartelijk dank voor, jou, uh, voor jouw gedicht. Dus De Dichter des Vaderlands over uh, Jules Deelder. Morgen staat dat ook uh, zoals gezegd in NRC. Dank je wel. Ciao, Branja. Branja.